We zoeken exact één vakantiehulpje. De beste mag blijven. En dat ben ik dus. Victoria von Lipstein komt vandaag. Flo, weet je misschien ook waar kamer 13 is? Kamer 13? Die bestaat niet. Als er al zoiets bestaat, dan ligt hij in het kantoor van Leopold. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek. Tom? Een momentje. Goed, even kort. Ja? Maar, heb jij mijn mobieltje ergens gezien? Hij moet hier ergens liggen. Ja. Wat doe jij in Leopolds kantoor? Ja, wat doe jij hier? Ik heb gezien hoe jij naar binnen... Maar ik vroeg jou het eerst. Wat doe je hier? Niks. Kom. Misschien op mijn bureau. Oh, goed idee. Nee, ja. Wat een haast. We hebben de handdoeken opgevouwen. Ja. Oh ja, dat is toch mooi. Goed zo, doorgaan. Dank je dat je niks gezegd hebt. Maar waarom was je nou in Leopolds kantoor? Wat klopt hier niet aan? Mijn koelkast is kapot. En mijn Peruaanse bronwater wordt warm als totaal warm. Ik heb dorst. Ik regel het wel. IJs! Ik moet nu ijsblokjes! Hier zo. Anna, dat is mijn... Mevrouw von Lipstein? Ik heb de oplossing voor het probleem. Gadver! Is dat gewoon zo'n ding dat voor schoonmaken gebruikt wordt? Een emmer? Bijna klaar. Hé, eindelijk. Mevrouw von Lipstein, ik wil me graag formeel bij u verontschuldigen. Ik heb voor u al een nieuwe koelkast besteld. Jack! Dat kan ook sneller, Jack. Momentje, Jack. Heel fijn. Er zat een contactje los. Ja, het is toch zonde om hem zomaar weg te gooien. Ach man, die is voor je het weet toch weer kapot? Nee. Ik heb hem echt goed gemaakt. Dan gaat zeker nog 10 jaar mee. 10 jaar? Dat klinkt als een betrouwbare vakman. Ja, maar hallo, ik sta met... Jack, heeft iemand jou iets gevraagd? Ik geloof het niet. En jij? Ja. Hey, ja. Jack, zet die koelkast op kamer 7 terug. Zoek de kist. Vind kamer 13. Echt geen kans, Liv. Die Leopold vindt Tom de medewerker van de maand. Nee, van het jaar. Dat is lief van je. Je bent echt een goede vriendin. Maar even serieus. Ik kan toch meteen mijn koffers pakken? Ik bel je straks terug. Is er wat? Zorg maar dat je morgenochtend op tijd bij de instructies bent. Dan komt alles goed.
Goeienacht. Net de zoete geur van... Frambozen. Victoria. Hm? Mag, Kees. Je gelooft toch niet dat een meisje zoals zij op een keukenhulpje valt, Flop, hè? Ik heet Flo. Fleck. Jack. En die zoetige smaak van... Victoria? Frambozenjam, Lenny. Hoe laat is het? 11:00. Tom is er nog niet. 3, 2, 1, exact 12:08. Instructies. Helaas, als je er niet meer op rekent, stel je me toch nog teleur. Zonde. Het personeelspad moet maar weer eens gedaan worden. Hm? Jij maakt het schoon. En je weet hoe. Grondig. Zitten. Morgen. Morgen. Dit had ik echt niet van je verwacht. Ik heb die wekker zelf gebouwd. Hoe kun je dat nou denken, hè? Denk je nou echt dat ik jouw wekker kapot heb gemaakt? Het komt je toch goed uit zo? Nu kan jij hier blijven. Ik doe zoiets niet, Tom. Oh ja? En wie was het dan? Nou. Victoria von Lipstein wil onmiddellijk een persoonlijke assistente. Mijn vader heeft jou dus uitgekozen. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, maar als jij Toms wekker kapot hebt gemaakt om mij te helpen, dan hoef ik jouw hulp niet. Zorg ervoor dat ons prinsesje het hotelverblijf van haar leven heeft, ja? En jij? Niet goed. Nee, nee, nee. Anna, ik geloof dat ik mijn excuses moet aanbieden. Sorry dat ik dacht dat jij het was. Excuses aanvaard. Moet jij niet naar Victoria? Nu? Ons prinsesje kan heus nog wel even wachten. Ik begrijp het niet. Hij zou het toch gewoon moeten doen? Jammer. Ik dacht dat een jukebox repareren makkelijker was dan een koelkast. Het spijt me. En? Klaar voor? Absoluut. Yes! Dag, Rut. Ben over 10 minuten weer terug. Oké. Komt-ie! Zover heb ik nog nooit geslagen. En bewijs voor het nageslagen. Ik wil een chocomilkshake. Met bionmelk. Oh, Victoria. Laten we hopen dat ze zichzelf opsluit in de kamer. En de sleutel verliest. Ja, precies. Wil je ook wat? Ja, graag. Dank je. Wil je me niet vertellen waarom je in Leopolds kantoor was? Ik heb je wel even gered, hè? Ik was op zoek naar de hotelplattegrond. Waarom dat dan?
Spreek hier met niemand over. Oké, maakt ook niet uit. Hey, Anna. Anna! Vertel je het aan niemand? Beloofd. Ik ben dus op zoek naar kamer 13. Kamer 13? Die is er toch niet? Oké. Okay. Maar de volgende keer liever niet zo ver. Lenny? Ja? Ik heb een idee. Waarom vraag jij Victoria niet of ze wil daten? Ze is toch veel te jong voor mij? Niet voor jou, voor mij. En waarom vraag je haar niet gewoon zelf? Waarom niet? Omdat ik niet durf. Wat is nou het ergste dat je kan gebeuren, hè? Dat ze nee zegt. Nee, ik bedoel, wat is het allerergste dat je gebeuren kan? Ja, nou, dat ik voor de hele school een spreekbeurt hou. En dan zak me de broek zo af. En als ik hem dan weer optrekken wil, maak ik een koprol zo. In de chocoladepudding. Oké. Erg. Maar wat dacht je hiervan? Gruwelijk verdrinken in giftige zuren. Ja, dat is ook erg, hè? Of dit. Gruwelijk verdrinken in giftige zuren, waardoor ook je broek nog afzakt. En als je hem weer optrekken wil, maak je een koprol in de chocoladepudding. Oké, erg. Maar met Victoria praten is in alle gevallen minder erg. Maar check toch wel je broek voordat je haar vraagt. Oké, goed. Ik doe het. Maar als ze dan nog steeds nee zegt? Je hebt het toch nog helemaal niet gevraagd? En wat als ze nou ja zegt? Vooruit maar, kom. Hup, kom. Goed. Nou ja, Victoria, wat ik je zeggen wilde. Ik zou heel graag... Nee. Nou ja, Victoria, wat ik je zeg... Kom op. Eindelijk. Waar is mijn shake? Shake? Oh man. Lang zeg. Doe jij het licht nu weer aan? Dank je. In het hele hotel is geen licht. Maak je maar niet zo druk, hè? Als mijn licht het weer doet, dan is het goed.